dat al die mensen in de samenleving geen wijzend vingertje van de heer Dassen verdienen, die zegt dat ze discrimineren of intolerant zijn. Weet je wat dit doet met mensen in mijn omgeving? Aangeven tegen uitsluiting te zijn, maar alleen aangeven, ik doe om mijn moverende redenen gewoon liever niet mee. Mensen in mijn kan toch gewoon? Hoeveel mensen lopen er nu gedwongen door de straten met een regenboog? Het gaat toch om individuele vrijheid? Ik vind het prima, de aanvoerder van Feyenoord heeft volkomen terecht dat ding niet omgedaan. Meneer Van Baarle, even naar een poster van uw verkiezingscampagne, meneer Van Baarle. Een poster waar veel om te doen is geweest. Zullen we weer gewoon doen, stemdenk? Keert u zich een beetje af van de regenboogvlag, hè, om het zomaar eens te zeggen. En het gaat dan ook over de lessen die er gegeven worden in het Nederlands onderwijs. Als het bijvoorbeeld gaat over trans of over de LHBTI-gemeenschap. Waarom bent u daar zo stellig in? Nou, ik zet me niet af tegen gemeenschappen. Waar wij ons tegen afzetten is wat wij noemen regenboogdwang. En ik zal dat uitleggen. Ik sta voor iedereen's gelijke rechten. Maar voel mij niet geroepen om door het dragen van een regenboogvlag of het dragen van een regenboogband ambassadeur te zijn van dat principe. Maar dit is een poster die door het hele land zeker hangt. Zeker, en met die poster willen wij dus aangeven dat mensen die aangeven, ik sta voor de gelijkwaardigheid van iedereen, maar ik voel me gewoon niet geroepen om zo'n vlag te dragen of daaraan mee te doen, dat die mensen het niet verdienen om weggezet te worden. Wat zullen we weer gewoon doen? Gewoon doen dat wij stoppen met de cancelcultuur in Nederland. Waarbij mensen die aangeven, ik sta voor de gelijkwaardigheid voor iedereen, maar ik voel me gewoon niet geroepen om zo'n band of zo'n vlag te dragen. Dat die worden weggezet als intolerant, conservatief. Dit is wel iets waar ik me hele grote zorgen over maak. Want je ziet wereldwijd... Als ik even mijn zin mag afmaken, Laurens. Ja, wat ik vind, het is juist opkomen voor de gelijkwaardigheid van iedereen. Dat we mensen die nadrukkelijk zeggen, ik sta voor de gelijkwaardigheid van iedereen. Alleen, ik wil gewoon geen met zo'n vlag ambassadeur zijn van dat principe. Dat die niet weggezet worden. Ja, maar dit is echt onvoorstelbaar. Want dit is een grote zorg. Je ziet wereldwijd dat er steeds meer conservatisme is. Ik wil hier heel graag op reageren, want wat de heer Dassen doet is dus precies waar heel veel mensen in de samenleving klaar mee zijn. Er zijn een hoop ouders die ons inderdaad hebben aangeschreven, die aangeven, ik heb het gevoel dat ik een stukje over de opvoeding van mijn kind, de controle daarover, dat ik die kwijt ben. Omdat er op school bijvoorbeeld onderwijsmaterialen aangeboden worden waarin jonge kinderen moeten simuleren dat ze uit de kast komen, dat een leraar vertelt. Dat is echt dat die opdracht bestaat. Hoe kan je nou simuleren dat je uit de kast komt? Ja, maar die opdracht bestaat. Dat jonge kinderen dat met elkaar simuleren. Of dat er lessen worden gegeven over gender transitie. En ouders die geven aan, ik maak mij er gewoon zorgen om, omdat ik dat gesprek graag met mijn kinderen aan de keukentafel wil voeren over een heel delicaat onderwerp wat er op school gebeurt. En die ouders die krijgen dan van school te horen, nou, als je daar wat anders over vindt, zoekt u dan maar lekker een andere school. Ik ga hier een punt zetten. En dan wordt het een vorm van dwang waarvan ik zeg, laten we alsjeblieft met elkaar gewoon doen. Als je daar een andere mening over bent, ben je niet per definitie conservatief of intolerant. En ik vind dat die mensen gehoord moeten kunnen worden.